De elite krijger van het oude Japan, de samurai. Door zijn mentaliteit en geperfectioneerde gevechtstechnieken staat hij bekend als een van de dodelijkste krijgers uit de geschiedenis. Eind 19e eeuw was de samurai niet meer nodig en is hij verdwenen. Hoewel de weg van de krijger niet helemaal verloren is gegaan. In het heden zijn er krijgskunsten die veel gemeen hebben met de samurai krijgskunst. Zij vinden hier hun oorsprong. Een van die krijgskunsten is aikido.